allemaal, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de boeken die je vreselijk hard aan het huilen maken. En ik wil het niet zomaar hebben over deze boeken, maar ik wil je vertellen wat de boeken zijn die mij echt super hard aan het huilen hebben gemaakt. En ik ben wel een makkelijke huiler. Ik huil snel in een boek, ik huil snel in een film. Ik huil snel als ik iets heel erg zielig zie op het internet en... ik ben gewoon een jankert. En het leek me heel erg leuk om te laten zien welke boeken mij nou heel erg aan het huilen hebben gemaakt. Dus kijk vooral mee. Ik wil beginnen met het eerste boek. En dat is Samensmelting, deel 3 van Divergent, geschreven door Veronica Roth. Vind ik ook wel heel leuk. Hij is gesigneerd, omdat dit echt, dit is echt mijn favoriete boek. Ik moest nog kiezen welke boeken van de drie ik wilde laten signeren. En dat was toch dit boek. Samensmelting heeft me zo hard aan het huilen gemaakt. Ik weet nog wat ik bij het einde was. Ik moest doorlezen en het was al pikken donker in huis en ik kon bijna niks meer zien. En ik zat daar met mijn boek en ik kon alleen maar huilen om het einde en huilen. En zo hard huilen dat het gewoon niet eens meer leuk was. Ik heb echt een kwartier nadat ik klaar was met lezen, heb ik gewoon nog zitten huilen. Zo erg had het boek me geraakt. Ik weet niet, Divergent is voor mij echt een hele leuke boekserie waar ik heel veel plezier in heb gehad. En het einde raakte me ook heel erg. Hetgeen wat er gebeurde, hoe het eindigde. Maar wat me nog het meest raakte was dat ik gewoon klaar was. Dat er niks meer was. Divergent was klaar. En dat heeft me zoveel verdriet gedaan. Dit is een van de weinige dystopische verhalen waardoor ik echt keihard heb zitten huilen. Nog zo'n boek waardoor ik echt super hard heb zitten huilen. Dat is Spotgrij van Suzanne Collins. Deel 3 van de Hunger Games serie. Kijk trouwens, wat een oude editie. Heel veel mensen kennen deze nog niet eens meer. Dit is geloof ik de eerste editie, als ik het niet fout zeg. Ik was toen bij de laatste paar pagina's. En ik heb de Hunger Games serie binnen 4 dagen uitgelezen. Dat was zo bizar. Ik had deel 1 en 2 toen gekregen met de feestdagen. En deel 3 heb ik toen uiteindelijk zelf gekocht. En ik heb zo hard ook gehuild. Omdat het gewoon... ik ben 4 dagen echt alleen maar met deze serie bezig geweest. En toen was het ineens... het einde, dat was zo, zo intens. Ik heb natuurlijk ook de Hunger Games allemaal in de bioscoop gezien. En ook daar moest ik zo ontzettend ziek hard huilen bij dat einde. Het was echt... het was gewoon niet leuk meer. Ik denk ook dat heel veel mensen dat hadden. Het was gewoon dat ik het einde niet leuk vond. En ik vond het niet leuk hoe dingen gebeurden. En ik was gewoon super boos op alles. En vooral dat zo'n serie dan voorbij is. Want eigenlijk had ik nog wel... ik weet nog zo goed... ik had toen nog echt wel 10 boeken kunnen lezen. Zo diep zat ik in deze serie. Als er één schrijfster is die mij... altijd aan het janken weten krijgen. Dan is dat toch wel Jojo Moyes. Ik heb hier de 4 boeken die mij echt zo hard aan het huilen hebben gebracht. De Laatste Liefdesbrief, Portret van een Vrouw, 4+1 en natuurlijk de klassieker voor jou. Dit boek, ik weet nog precies hoe ik me voelde. Ik zat op onze, wij hebben zeg maar een 1-persoons stoel en daar zat ik te lezen. Dat lees ik heel vaak. En mijn vriend zat toen op zijn computer aan de eettafel en ik was klaar. En dat boek, dat einde, ik rende gewoon naar hem toe, zo hard moest ik huilen. Ik was zo emotioneel en zo... dit boek voor jou heeft mij echt gewoon een soort van veranderd. Ook toen ik de film heb gezien heb ik alleen maar zitten huilen bij het einde. Omdat het gewoon zo goed in elkaar zit. Ze heeft het zo goed geschreven, zo goed beschreven ook. Echt een fantastisch verhaal. Echt een boek dat iedereen eigenlijk moet lezen. Als ik kijk naar deze stapel zie ik eigenlijk alleen maar buitenlandse auteurs. Maar ik heb wel één schrijfster die me ook echt heel hard aan het huilen heeft gemaakt. En dat is Chantal van Gastel met Zwaar Verguld. Ik weet nog heel goed dat ik dit boek had gelezen en dat het einde echt gewoon in zicht was. Je had gewoon 3 boeken lang dat je echt met Isa en Ruben zat. En je zat helemaal in hun leven, in hun wereld. En toen was het ook weer ineens voorbij. Ik kon het eigenlijk ook gewoon niet eens accepteren dat het voorbij was. Dat ik niet meer verder kon lezen. Ik was gewoon eigenlijk een soort van een beetje boos. En ik vond het allemaal helemaal niet meer leuk. En ik weet ook nog dat ik het boek had gelezen. En dat ik eigenlijk zoiets had van... ik ben er helemaal even klaar mee. Ik lees eigenlijk ook best wel veel nieuw adult boeken. Als we dan gaan kijken naar die boeken die ik heb gelezen. Dan heeft dit boek, Sterrenhemel van Colleen Hoover, me ook echt heel hard aan het huilen gemaakt. Ook, dit was ook zo'n ontzettend bizar verhaal. Het zat zo raar in elkaar. Het lot bracht eigenlijk gewoon alles bij elkaar. En op het einde dacht ik ook nog van, jeetje, wat een ziek verhaal. En het ergste was, ik heb niet eens aan het einde gehuild. Ik heb gewoon midden in het verhaal zitten huilen om bepaalde gebeurtenissen die toen aan het licht kwamen. Ik heb hier 3 boeken liggen en die hebben me allemaal in het openbaar aan het huilen gemaakt. En daarom wil ik ze ook met jullie delen, want het zijn 3 van mijn favoriete boeken. Ik wil graag beginnen met mijn allerfavoriete boek ever. En dat is dit boek, Ik Geef Je de Zon van Jandy Nelson.
En heel dit verhaal zat zo goed in elkaar. Het was vanaf de eerste bladzijde al dat ik helemaal geraakt was. En dat ik wist van, nou, dit boek, het is fantastisch. En het is sinds ik het dus al heb gelezen, mijn favoriete boek. En er is nooit een boek geweest dat zo goed is geweest als dit boek. Ik weet ook nog dat er heel veel stukken waren die me in het boek heel emotioneel maakten. En me heel erg raakten. En ik denk ook, iedereen moet dit boek lezen. Het volgende boek, dat is Waar het licht is van Jennifer Niven of Niven. Dit boek, dat blijft me heel erg goed bij. Ik weet nog dat ik aan het werk was. Of ik was onderweg van werk naar huis. Moest dat met de trein van Rotterdam weer naar Den Haag. En ik had dit boek bij me, want het was een recensie-exemplaar. En hij moest gewoon uit. En heel dit boek vond ik al fantastisch vanaf het begin. En toen op een gegeven moment stond ik bij de tramhalte te wachten. Toen gebeurde er zoiets emotioneels. Dat ik gewoon bij die tramhalte helemaal in huilen uitbarstte vanwege dat boek. Ik heb zo ontzettend hard zitten huilen. En iedereen keek me aan, want iedereen dacht, wat gebeurt hier nou weer? Zie het zo voor je, dat iemand bij de tramhalte staat en die is een boek aan het lezen. En die klapt hem even dicht en even later begint diegene super hard te huilen. Heel raar. Maar goed, dit boek, Waar het licht is, heeft me echt diep van binnen geraakt. En iedereen moet dit boek ook lezen. Het is zo'n mooi en bijzonder verhaal. Echt waar. En dan heb ik het allerlaatste boek. En dat is Versplinterd van Danny Atkins. Het is niet de mooiste editie, zoals je kunt zien. Het is een leesexemplaar die we toen nog kregen voor de site. Het ziet er nooit zo mooi uit als het echte boek natuurlijk. En Versplinterd, dat was ook weer vanaf bladzijde 1 dat ik er helemaal in zat. Ik zat toen op een gegeven moment in de trein naar Zeeland toe. En ook toen was ik halverwege met de trein. Ik was nog helemaal niet in de buurt, volgens mij, van Zeeland. Dat er iets gebeurde en ik heb alleen maar zitten huilen en zitten huilen. En ik was nog niet eens op mijn locatie, zeg maar. Dus het was echt zo van, oh shit, dan kom je helemaal vol emoties aan. Dit boek heeft echt wat bij me losgemaakt. En als je van een goede roman houdt, dan kan ik je deze echt aanraden. Dit waren ze. Dit waren de boeken die me aan het huilen hebben gemaakt. Een beetje een mix tussen New Adult, Young Adult en natuurlijk ook gewoon romans. Ik ben heel erg benieuwd welke boeken jou aan het huilen hebben gemaakt. Laat me vooral even weten welk boek jou echt helemaal gebroken achter heeft gelaten. Daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe video. Vergeet je vooral niet te abonneren op dit kanaal. En doe vooral ook een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dankjewel voor het kijken. Doei doei!